Mensen schrikken er wel eens van, omdat ze dat niet meteen verwachten van mij. Maar ja, zo werkt het niet. Kanker kan echt wel iedereen overkomen. Op een avond, we gingen dineren en ik maak me klaar en ik smeer me in met aftersun. En ik voelde onder mijn borst een knobbeltje. Dat was even schrikken. Ja, naast de zorgen om mijn gezondheid kwamen er ook die financiële zorgen bij kijken. Zeker tijdens de herstelperiode was het echt soms moeilijk om die eindjes aan elkaar te knopen. En gelukkig was daar mijn man. Zowel medisch als persoonlijk had ik die ondersteuning wel nodig, echt.